En Diego die laat zich het kaas ook niet van het brood vreten. Dus ik hoop maar dat dat goed gaat. Met een uitbreid. Diego, wat doe je nou? Oh my god, jongens. Ik ben zo blij dat mijn camera nog doet. Oh, ik heb mijn camera net zo hard op de grond laten vallen. En echt, dit is, ik kan echt wel zeggen, een van de eerste keren dat Dandy zo ontzettend... Oh, oh, Diego. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Dit is heel gewaagd. Ik kijk precies in de zon en ik loop hier in de modder. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Oeh, dat ging dus bijna fout. Ik ga vandaag iets leuks doen. En ik dacht, jullie hebben best wel veel... jullie hebben gisteren best wel lang op de video moeten wachten. Vandaag moeten jullie ook weer wat langer op de video wachten, want... voordat hij online komt. Eerder in Vlogmas kwamen alle video's om 7 uur 's ochtends online. Nou, de laatste dagen heb ik dat gewoon door omstandigheden helaas niet gered. Onder andere omdat ik ziek was. Er lag overal sneeuw en ijs, waardoor mijn plannen een beetje in de soep liepen. Dus ik dacht, we gaan vandaag een leuke video opnemen. En wat mij nou zo leuk lijkt, in de vorige video... Nou ja, een paar video's terug zagen jullie dat deze kleine man, Diablo, iets nieuws had geleerd. Namelijk samen rijden met Dandy. En dat vonden jullie zo leuk om te zien. Dat ik dacht van, dat gaan we met nog iemand doen. Boets, die kent het rijden al naast zijn groot paard. Ik heb dit wel eens met, volgens mij zelfs nog wel eens met Shaggy gedaan. En Boets. En Boets kent het ook met Win. Boets ga ik straks even poetsen, want dit kan niet hè. Kleine mammoet. Kleine lieve mammoet. Met Diego en Winnetou. Dat is wel een hele gewaagde combinatie. Winnetou, dat is best wel een macho. En Diego die laat zich het kaas ook niet van het brood vreten. Dus ik hoop maar dat dat goed gaat. Voor degene die het misschien niet weten. Diego en Winnetou kennen elkaar ook al super lang. Diego kent Win sinds dat hij veulen is. Of ja, vanaf dat Diego veulen is, hebben we ook altijd samen gestaan. Dus dat moet wel goed komen. Oh, ik krijg even een kont. Het is alleen zo. Diego is liever lui als moe. Winnetou, die is heel fanatiek met rijden. Dus de combinatie gaat waarschijnlijk zijn dat Diego niet heel voorwaarts is en Winnetou wel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Oh ja, sorry Diego. Ik doe het zo allemaal even wat beter, oké? Ik doe het zo allemaal eventjes wat beter. Dus, we hebben kleine Diego-mans. Diego verstopt zich. Hij zegt nee. En dan gaan we Winnetou ook even pakken. Maar Winnetou, die kan niet alleen vaststaan. Dan gaat hij hangen. Dus vandaar dat ik Diego maar eventjes eerst pak. Want anders breekt hij weer los. Ik moet wel een beetje opschieten, want ik heb mijn vader gevraagd of hij voor mij dit wilt filmen. Want dat is natuurlijk wel het leukste. Maar hij moet om 1 uur met mijn auto bij de garage zijn in Arnhem. Nou ja, eigenlijk Velp. Dat is al dik half uur rijden vanaf hier. Het is volgens mij al 12:30. Dus ik ga eventjes opschieten. Ik zie jullie zo. Diablo. Zo zien jullie dat Diablo zich veel meer aan Diego hecht, eigenlijk als aan Donna. Oh, iedereen komt erbij omdat ik Diego eruit haal. Diablo die vindt het prima als ik Donna eruit haal. Blijft gewoon in de wei. Maar zodra Diego eruit gaat, dan krijgt hij echt paniek. Let maar op, als ik wegloop gaat hij denk ik ook hinneken. Komt Diego. Tot zo, Diablo. Tot zo. Oh, kijk, paniek. Gaat hij kijken of hij kan ontsnappen. Ik heb Winnetou hier. En Winnetou, die spant weer de kroon met hoe vies die is. Diego, wat brokjes. Alsjeblieft, jongen, braaf gewacht. Kijk, nou, altijd. Altijd wanneer je haast hebt, flikken ze je dit. Nou goed, ik trek er even een borstel overheen. Ik, ja, helemaal schoon ga ik ze toch niet krijgen. En aangezien mijn vader ook een beetje haast heeft, ja, neem dat modder maar een beetje voor lief. Oh, zie die kap? Ondeugend dier. Zijn lekker smakken? Ja, lekker? Goed zo. Ik zit nu op Winnetou en Diego ernaast.
En ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat. Dit is echt de allereerste keer. Dus laten we even gaan kijken. Stap jongens. Hoi zo. Zoals jullie hebben gezien, is het eigenlijk helemaal omgedraaid. Ik had verwacht dat Diego totaal niet vooruit te branden zou zijn. Maar hij heeft best wel veel energie. En ik denk als ik nu doorga, dat Diego harder en harder wilt. En dat Winnetou daar gefrustreerd van raakt. En dat ze dan een botsing krijgen en dat ze daarna boos op elkaar gaan worden. Dus voor een eerste keer vond ik dit best wel goed gaan. En dan ga ik het gewoon lekker met hun uitbreiden. Deze beentje. Oh, Diego. Diego, wat doe je nou? Diego komt terug. Wat doet hij weer? Diego. Diego, kom je? Kom, deze? Ja, goed zo. Goed zo. Diego. Hij is ook niet bang, hè? Je bent ook gewoon niet bang. Komt er niet heen. Diego. Diego. Oké, jongens, dat was zo grappig. Jullie hebben net wel echt iets gemist. Nadat mijn vader wegging, ging ik Winnetou nog eventjes rijden. En hij had zoveel energie. Diego ging hierna ook helemaal los. Hij ging helemaal bokken, springen, helemaal gek doen. Echt helemaal door het lint. En Winnetou, die wou ook meedoen. Maar Winnetou die is best wel braaf. Dus hij zou nooit zomaar met mij echt gaan bokken of zo. Oh, en Winnetou die zat zich echt als een bommetje op te fokken. En dat resulteerde dat Winnetou ook wel even een paar keer heel hard ging met mij. En het duurde ook echt gewoon 3 rondjes voordat ik hem een keer terugkreeg. Dus en de reden dat ik hem bitloos had vandaag is omdat ik dacht van nou ja, dan doe ik hem bitloos. Want dat je onbewust waarschijnlijk toch wel een beetje wat meer zit te trekken met sturen. Moet ik Diego een keertje tegenhouden. Zou ik sneller trekken onbewust. En dat heb ik dan liever op een iets vriendelijke manier. Dan met bit. Tenminste, bitloos kan ook heel scherp zijn hoor. Maar dat leek mij iets fijner. Dus ja, ik dacht ik stop maar met Win. Want aangezien hij nu naar buiten rijdt, dacht ik ja, ga hem niet helemaal doorrijden tot hij echt helemaal in het zweet staat. Dat Win toen natuurlijk niet geschoren is. Oh, wat lief. Wat lief van jou. Dus ik ga Win nu terugzetten. Ze hebben het allemaal wel echt heel erg goed gedaan. En dan ga ik die Diego nog even pakken. Ja, want die staat nog... mijn hoofdstel. Die staat nog in de bak. Dus ik ga dat even doen.
En Winnetou die heeft echt iets van. 3 weken of zo stilstaan. Eerst was ik een week ziek. Toen liep hij. Oh nee, toen was het altijd gevroren. Volgens mij staat hij al wel langer als 3 weken. Nee, de laatste keer dat ik heb gereden was dat de zadelmaker er was. Maar dat was echt maar 5 minuutjes wat jullie toen hebben kunnen zien. Nog een kus. Oeh. Ja, om mijn cap. Om mijn wang. Kusje. En dan, zachtjes. Ga ik Diego even pakken. Diego, kom. Diego, kom. Diego. Kom maar, ga naar Diablo. Diego, kom. Serieus. Hier, brokjes. Diego. Tuurlijk, Diego. Ik haal je wel weer op. Lekker, hè? Kom maar. Ja, jij zou nu wel moe zijn, hè? Ja, je hebt meteen voor een heel jaar genoeg gerend. Of niet, Diego? Kom maar. Hop, hop. Kom maar. Goed zo. Kijk hoe lief. Kijk wie daar aankomt. Donna helemaal een draf. Ah. Schattig. Zo, ik heb nu Dandy Boy hier. En ik ga met Dandy ook even rijden, want ik heb met hem nog niet met het zadel gereden. Maar dat kan ik helaas niet voor jullie filmen, want anders krijgen jullie weer ja, van die half losse, wazige beelden te zien. Daar hebben jullie niet zo heel veel aan. Dus ik ga deze knappe man eventjes verrijden. Jullie hebben wondjes op jullie hoofd. Hier hebben jullie het uitgespeeld. Misschien hebben ze het hoofd gestoten. Ik denk net zo'n traantje. Ach, goeie, Dandy. Dandy. Wat doen jullie trouwens bij jullie paarden met lange manen? Dandy's vlecht, die komt er onderuit. Doen jullie die onder de deken of zo naar buiten laten hangen? Ja, ik wissel het maar een beetje af. Ja. Wat moeten we er anders mee, hè, Dandy? Kijk nou, hier, het zijn jouw manen. Oh, niet interessant. Oké. Oh my god, jongens. Ik ben zo blij dat mijn camera het nog doet. Oh, ik liet hem net. Wacht, pak even brok voor Dan. Danny, blijf. Hij is terug. Oh. Ik heb mijn camera net zo hard op de grond laten vallen. En hij ging niet meer aan. Ik dacht echt, nu is het echt het einde van Vlogmas. Oh my god. Hij doet het nog. Tenminste, ik hoop niet dat hij naar... dit stukje allemaal complicaties gaat krijgen. Oh. Ik ben heel blij dat hij het nog doet. Ik wilde jullie even vertellen dat ik net met Dandy heb gereden en het ging zo goed. Ik heb dus het nieuwe zadel erop liggen. Nou ja, dit is eigenlijk nog het testzadel, nog niet het definitieve zadel. Dit is zeg maar het testzadel wat ook uitgeleend wordt zeg maar aan meerdere ruiters. Maar ik heb nog steeds een hartverzakking. En echt, dit is, ik kan echt wel zeggen, een van de eerste keren dat Dandy zo ontzettend fijn liep. Hij was gewoon echt meteen los. Echt gewoon vanaf het moment dat ik opstapte. En totaal niet moeilijk doen. Gewoon echt, echt heel fijn. Hij bood zelfs een paar keer gewoon echt een stukje... nou ja, het is nog niet echt officieel een piaf, maar het kwam er goed bij in de buurt. Dat hij zo kon verzamelen en hij was zo ontzettend los onder het zadel. Echt een wereld van verschil. Ik ben ook echt na 10 minuten gestopt. Omdat het dus zo goed ging. Dus na een kwartiertje gereden, ongeveer stap eraf galop. Linksom, rechtsom. Het ging echt super. Ik ben helemaal blij. Ik ben echt super, super blij. Ik heb het zo goed gedaan. Dus toen wil ik me naar brokken geven. En toen pak ik de brokkenbak en toen stoot ik zo mijn camera van de bank. Dus... ik ga Dandy even snel een deken omdoen, want anders krijgt hij het een beetje koud. En dan gaat hij terug en dan ga ik even pauze houden, want ik heb nu wel echt honger. Oh jongens, ik durf de camera bijna niet meer aan te raken. Jongens, ik heb een lekkere tosti. Dus die ga ik maar even lekker opeten. Oh, is mijn camera nou wel onscherp? Oh, ik ben zo bang dat hij echt na een uur nog steeds... Ik ben zo bang dat hij alsnog crasht. Oh. Oké, mijn camera die kraakt wel een beetje. Ik had echt super lekker weer net. Maar ik zie net dat het best wel een beetje begint te betrekken buiten. Ze hadden voor vandaag ook echt heel veel regen opgegeven. Dus ik ga even heel snel mijn spullen opruimen. Want mijn zadel ligt nog buiten.
dat ga ik eerst doen. En dan ga ik nog eventjes verder met werken. En dan zie ik jullie zo weer. Weer hier naartoe. Weer naartoe ziet aan de verte iets. Het is nu echt net een standbeeld. Oh, wow, ook. Strakke kop. Wat is het? Dat is mooi. Ik ga een foto van je maken. Probeer maar. Ben naartoe is moe van het rijden. Echt? Ik zie jou morgen weer. Nee, zo is het. Ben, tot morgen. Oh. Ben je er weer? Hola. Zo jongens, ik ben ondertussen thuis. En ik ga lekker de video editen. Zodat jullie hem dadelijk kunnen kijken. Dus allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen weer. Doei!